Sint Maarten, de pieten hebben staarten. Pietelientje heeft een rokje aan. Daar komt Sinterklaasje bijna aan. Jongens en meisjes, van harte welkom bij het Parkstad Sinterklaasnieuws. Ja, vandaag is het Sint Maarten, dus jullie mogen met je lampion langs de deuren. Heel veel plezier alvast. Nou, wij hebben gisteren kunnen zien dat alle pieten aan boord waren met een boek. Geen idee. We zagen dat tussendoor Piet even niet meer wist waar hij het boek van Sinterklaas ook alweer had gelaten. En we zagen meneer Mark in de haven van Veendam. Want morgen komt Sinterklaas aan. Morgen komt Sinterklaas al aan. Morgen, jongens en meisjes, morgen komt Sinterklaas al aan. Nou, volgens mij wordt het dan de hoogste tijd dat we even gaan kijken hoe het is op de boot. Zouden ze al bijna in Veendam zijn? Hey, gaan we nog goed richting Nederland? Wij gaan hartstikke goed, we gaan recht even door kijken. Richting Nederland. Ah, oké. Ja, zo te zien wel. Oké, nou, dan ga ik even door, dankjewel. Alsjeblieft. Doei, doei. Het gaat heel goed. We gaan hartstikke goed, het gaat perfect. Oh, Pieter! Jongens en meisjes, Sinterklaas is onderweg naar Nederland, maar hoe zit het dan met Veendam? Dat gaat toch wel goed? Hij komt toch wel naar Veendam, hè? Oh, als dat maar goed gaat. Nou, laten we eerst maar even overschakelen naar Roeland. Roeland, weet jij meer? Goede zin, welkom. Ja, natuurlijk komt hij wel. Altijd toch. Moet je naar kijken, de centrummanager van Veendam. Goedendag. Leuk, hè? De heer Unieke, Ken. Inderdaad. Ken. Ja. Nou, gaat u zitten. Dank u. Ja, dank u. Zeg, nou ik u toch spreek. Ja. Hier in het centrum van Veendam is er van alles te doen, denk ik, hè? Altijd. En wat hebben we zoal? Ja, morgen is de grote dag in het centrum en dan komt de Sint-Nicolaas komt aan. Ja, gezellig, hè? Ja, altijd. Oh, dat is zo'n groot feest altijd. Daar verheug ik me elk jaar weer op. Absoluut. En is er verder nog iets te doen? Zeker, zeker. We hebben de zaterdagen 19, 26 november, 3 december, groot Pietenspektakel. Oh. En 23 november van Berenstein, de Sinterklaasshow. Een grote show in... Oh, in het, ja. Ja, grote show met Sinterklaas en de Pieten en hele... Alles erop. Hele, ja, gezellig. Absoluut. Nou, fantastisch. Dus er is van alles te doen in Veendam. En we gaan er gezellig van genieten. En Sinterklaas, wat komt hij doen hier? Verder nog? De kindertjes verwennen, hè? Ja, zo doet hij dat, hè? Ja. Absoluut. Ja, en Veendam is samen natuurlijk met de Pieten. De place to be om gezellig feestje te vieren. Voor de intocht zeker. Ja, nou, fantastisch. Nou, veel plezier. Als je koffie wilt, u kunt binnen even een bakje bestellen. Wij gaan weer verder. En bedankt succes. Voor... Ja, en succes met Centrum. Ja, dank u wel. Dag. Ja, het Centrum komen. Nou, dat ziet er fantastisch uit. In het centrum van Veendam is dus heel veel te doen vanaf morgen. En sterker nog, je kunt elke zaterdag bij Sinterklaas terecht om zelf je tekeningen daar te brengen. Dus vooral gaan doen. Maar ik maak me toch nog een klein beetje zorgen om dat boek van Sinterklaas. Dus kunnen we misschien nog even overschakelen naar de boot? Dank je wel.
heeft een boek. Ja, iedereen heeft een boek. Iedereen heeft een boek. Van een leuk boek naar een niet zo leuk boek. Gewoon een heel groot boek of een klein boek. Nee. Die boeken, dat is niet belangrijk. Nou, dat vind die ik boeken wel. Zijn niet belangrijk. Nee. Ja, want ik stond vooraan de boot en ik vroeg nee, de cadeautjes zijn veel belangrijker. Kijk maar waarom? Nou, want ik heb hier nog een hele lijst. Ik moet nog helemaal afgewerkt worden. Want ik ja, maar kijk, zij wil een boek en zij wil een boek. Nee. Ja, ik vind het boek toch leuker. Ja. Ik wil het niet over boeken hebben. Ik wil het over cadeautjes hebben. Kijk, wat hier staat. We hebben toch alles? Dat Bassie nog een boekje moet. Ja, maar dit lijstje hebben wij al 20 keer gecontroleerd. Maar, nee, er is helemaal nog niks 20 keer gecontroleerd. Want als dat 20 keer gecontroleerd zou zijn, zou alles afgefixt zijn. Ja, maar 20 keer. Die is van Lisa aan, dat zeg ik gewoon 20 keer. Dat is niet waar. Maar het boek is gewoon niet boek. Belangrijk. Nee, die boeken zijn niet belangrijk. Cadeautjes zijn belangrijk. Kinderen worden toch veel blijer van cadeautjes? Ja, of ze krijgen gewoon kinderen een boek. Kinderen worden toch veel belangrijk? Nee, ze krijgen gewoon een boek. Nee. Kijk, is het... Oh. Nee, kijk, hier, cadeautjes. Ja, cadeautjes. Nou, daar moeten ze allemaal nog naar. Ja, maar... Pietelientje, kijk nou. Ja, dat is leuk hoor, al die beelden van een boot. Maar daar schieten we natuurlijk helemaal niks mee op. Oh, wacht eens. Ik heb een goed idee. Als jullie nou allemaal een tekening maken van het boek van Sinterklaas. En dat geven jullie morgen tijdens de intocht aan de Pieter. Dan komt het vast en zeker helemaal goed, denk ik. Goed, laten we eerst even nog een keer overschakelen naar de boot. Nou, we gaan goed, hè? Ja, volgens mij gaat het goed. Ja. Nee, we gaan af. Zal ik nog even een beetje kijken? Ja, kijk, jij recht door richting Nederland. Zie jij al iets van Nederland toevallig in de verte? Ik dacht dat ik een paar molens zag, maar... Een molens, oranje vlaggetjes. Ja, we komen wel in de buurt. Ja, we komen in de buurt, ja. Als we even op de kaart kijken, waar zijn we dan nu? Je moet hem omdraaien. Hier is, is op water, dus ja. Je moet hem omdraaien, hij ligt verkeerd. Maar dan ziet hij hier niks. Nee, de kaart. Ja, nee, zo. Hier? Nee. Ja. Oh, daar. Ja. Oh ja, ik zie het. Bijna in Nederland. Bijna zijn we er. Al die kinderen. Nederlandse stamppot. Nederlandse stamppot. Lekker. We hebben wel genoeg pepernoten nog, toch? Dat was geregeld. Ja, meer dan. Ja. Nou, dan blijf ik nog even verder kijken. Ja, kijk eens even. Even verder kijken. Heeft iedereen een beetje zin om naar Nederland te gaan? Yeah! Hebben we het allemaal voor elkaar? Hebben we het goed voor elkaar allemaal? Alles? Yeah! Weten we het zeker? Ja, absoluut. Ja, ik ga zo even aan het moeten leven vragen. Oh, ja, dat is misschien. Ja. Ja, dat is beter. Oké, okay, jongens en meisjes. We hebben gezien dat Sinterklaas bijna in Nederland is. Maar komt hij ook wel naar Veendam? Dat is nog even spannend. En het boek van Sinterklaas mist ook nog. Dus maak allemaal een mooie tekening van dat boek van Sinterklaas. Neem die mee naar de intocht morgen om 1 uur in Veendam. Kun je er nou niet bij zijn? Dan kun je het ook live volgen via ons kanaal, via het Parkstad Sinterklaasnieuws. En bedenk maar zo, geen probleem is zo groot of je kunt het wel oplossen met een pepernoot. Doeg!